Wij gaan op zoek naar Kim. Alleen, die is in de kantine gelopen, denk ik. Waar is Kim? Is ze toch een sexy kapsel? Woe! Sexy flexy! Welkom bij deze zondagvideo. Vandaag met mij en Kim. Dit zul je niet heel vaak meemaken. Dat ik en Kim met z'n tweeën op een manege zijn zonder mijn moeder en mijn zusje. Nee, zelfs Henja die denkt zelf, die schudde toevallig nee. Maar ik ga vandaag groomie spelen voor Kim. En ik ga dus Henja verzorgen. Dus jij en ik. Best wel succes. Kim, kan jij de stappen vertellen wat ik moet gaan doen? Poetsen en opzadelen. Ik moet gaan poetsen en opzadelen. Nou, ik zou je vertellen, als je de video niet had gezien van ik die Verona gaat opzadelen voor mezelf, klik dan daar. En dan gaan wij nu kijken hoe ik Henja opzadel. Want Henja is natuurlijk een ander soort pony dan Verona. Ik ga de camera geven aan Kim en Kim gaat mij gewoon instructies geven wat ik moet doen. Oké. Dus stap 1. Henja wilt eruit. Dus dan pakken wij het hoofdstel, toch? Ja. Is er een hoofdstel? Halster. Halster. Dit erop dan. Zo. Ja. Okay. Kijk. Zit hij goed, zo goed? Ja. Dan moet hij zo erop. Ja, ik heb al wat geleerd, hè? Beter. Oh, hier. Oké. Okay. Hier hebben we de ponert Henja. En deze moet gepoet worden. Opgezadeld. Doe ik dat hier? Nee, binnen. Binnen. Het is heel vies. Kom maar mee, jongen. Loop, Fabienne. Kijk. Dat luistert wel goed. Ja, wacht maar tot je er gaat poetsen. Hoezo? Christine is er zelfs ook bij. We zijn niet met z'n tweeën, Kim. We zijn gewoon met iedereen behalve Tessa. Ja, behalve Tessa en je moeder. Goed gedaan. Oké, nu gaan we op zoek naar poetspullen. Met welke sleutel is het? Oh god. Deze is het. Hij gaat half. Hoort hij alles gedaan? Oh! Ja! Kijk! Tada! Wacht, wat? Welke is dat? Deze. Huh? Is dat niet de bedoeling? Nee. Het is de bedoeling dat deze sleutel werkt. Zie je, ik krijg alles gewoon werkend op mijn manier. Het is deze. Sorry. Is dit in je poetstas? Nee. Die? Ja. Oké. Okay. Hebben wij hier een poetstas? Ja, dat wel. Hallo Stip. Je bent Stip op tijd. Mag mij de rode borstel als echte vergroemerd? Je mag hem ook ergens anders neerzetten. Je hoeft hem niet vast te houden. Oké. Okay. En ja, ik kom achter je, hè? Ik ben hier. Kijk, en dan moet je dat even... Hallo, pak hem aan. Hey, pak hem aan. Hoe ga jij nou je mask gewoon krijgen? Ik pak de tuinslang. Tuinslang. Maar dan... Ik de tuinslang pak ook niet. Maar dan is het niet op tijd droog om te gaan rijden. Oh ja. Waar is de tas dan? Hier. We hebben dus een schoonmaakspul nodig. Dit lijkt erop. Dit ook wel. Wat is dit dan? Moet ik deze hebben dan? Ja, probeer het voor hem uit. Is dit eten? Nee. Jawel, er staat gerookte granen. Ja, dat is omdat het bakje kapot is waar het in hoort. Pak gewoon alle borstels die ik kan hebben en dan probeer ik ze uit. Wat zijn er nou echt aanwijzingen? Ja. Welke moet ik hebben? Die gele? Oké. Okay. Dankjewel. Is deze wel goed? Is dat er niet eens een... Wat is dit? Oh, zoveel vragen. Oh ja, kijk. Nu zit er vaart in zo. Hoe zie je eigenlijk of ze schoon is of niet dan? Nou, die zitten hier. Er zitten heel veel poepvlekken. Eeuw. Dat is toch vies? Ja, dat vindt zij dus ook. Dus dan moet je schoonmaken. Ja, dat is haar schuld. Zij begon. Ja.
Is het een poepvlek dan? Nee, dat is gewoon haar. Oh, waar is dan de poepvlek? Nou, hier zo, dit harde. Ah. Die paardendametjes, ik... Vinden jullie maar cool hoor, met jullie poep schoonmaker. Oh, nu wordt het wel schoon volgens mij. Maar waar zijn anderen dan voor? Ik heb geen idee. Dit is voor de massage. Ja. Nee. Voor haar hoofd? Nee. Wel in de buurt. Ja, onder het hoofd? Nee. Waar dan? Ik vind ze wel lekker, maar... Oh, zo, hier. Bij zijkant. Nee. Voor de maling en zo. Ja. Oh, dat is wel klitterig. Ja, maar niet uit. Maar die waren net zo heel erg wild zo. Oh, heb je elastiekje toevallig? Dat was er zo vandaag. Oh. Oké. Okay. Kijk. Nee, dit is niks. Je hebt je goed gepoept. Goed gedaan. Goed. Nu weten we even waar alle borstels voor zijn. Dit is de harenweghaler. Dit is de harenuittrekker. Dit is de poepverwijderaar. En dit is de borstel. Wat gebruik je dan voor de staart? Er is ook nog een borstel voor. Dit is er vast ook wel. Dit is een hoepelkrabber, die weet ik wel. Dit. Nee, dat is ook voor. Nee. Deze? Ja. Dat is toch dezelfde? Ja. Oh, ik heb hem gewoon teruggelegd. Ja. Oh. Ja, dat wist ik wel. Ik ben achter je, ja? Ik vind het net zo vies, hè. Hier komt alle poep vandaan. Ja. Zo vies dit. Heb je tijd voor dit opgereden? Je moet ook onderaan beginnen. Nee, pak hem vast. En dan ga je. Doe je steeds stukje voor stukje naar boven. Ja, dat doe ik niet zo. Ja, dat is wel goed zo hè? Ja. Oké. Okay. Dus nu is ze klaar met poetsen? Nee. Niet? Je moet toch maar hoeven krabben? Oh ja, maar dat verwaarde ik voor het laatste natuurlijk. Ja. Even kijken of ik nog wel aan het opletten was. Of je alles gehaald had? Nee, je gaat gewoon te eten hier. Nee, die zit vast. Hallo? Hij zit te eten, jij. Ja. Yes. Ja. Ja, ik ben er al. Ik kom al. Ik ben er al. Zo. Oh, dit is echt best veel. Even een mooi. Oké. Dan moet je het schoonvegen hier. Want je hebt troep gemaakt. Maak geen troep. Nee, je maakt het goed. Ja. Heb je een bezem? Ja, daar. Waar? Ja. Dit is nog niet erg als ik onder de gaan bezem kan. Nee. Nee? Je bent wel lekker staan zo, hè? Ja. Waarom ga je met deze kak doen dan? Naar daar. Naar de mestton. Oh, de mestton. Okay. Nou, we hebben hier de kak. En dan ga je naar de mest omvegen. Twee de naam. Ik ben op de zit, ik kom eraan. En dan moet je het opscheppen. Zeg ik bedankt voor het kijken. En dan gaan we volgende week. Dan gaan we verder. Met wat ik moet doen. En wat ik moet doen, dat is wel een geheim. Ja, jullie weten het allemaal, ik weet het nog niet. Dus bedankt voor het kijken. Dan ga je even om naar Kim. Bedankt Kim voor de tips vandaag. Bedankt Kim. En vergeet niet te abonneren, vergeet niet te liken. En tot volgende week.